Welkom bij een nieuwe video van Epsilon Motors. We zijn vandaag bij Van Mossel Mercedes-Benz Rotterdam. We gaan een nieuwe S-klasse bekijken. We zijn uitgenodigd door Van Mossel om te komen bekijken. Donderdag was de release online en vanaf vandaag staat hij in de showroom, dus we gaan kijken. Zo, dan krijg je net een mooi pakketje van Mercedes-Benz. Van Mossel Mercedes-Benz om precies te zijn. Was een verrassing. Mooie envelop, naam erop. Er zat een kaartje bij de nieuwe S-klasse. En het is eigenlijk een uitnodiging voor de persoonlijke voorpremière. Waarom zijn we uitgenodigd? Omdat wij voornemens zijn een S-klasse te bestellen. Nieuwe model. Gaat een super gaaf ding worden. High-tech, alle nieuwe snufjes. En wij willen bij Absolute Motors een probleem verhelpen en dat is het parkeerprobleem. En een stukje beleving creëren. Dus wij willen klanten gaan ophalen op het thuisadres en hier naartoe halen om de auto af te leveren wanneer die klaar is. Zodat mensen niet met twee auto's heen en weer hoeven te rijden en de beleving vooral omhoog gaat. Nou, dan hebben we de persoonlijke uitnodiging. Daarin geven ze aan, terwijl we uitkijken naar de voorstelling van de nieuwe S-klasse, prikkelen wij vast uw zintuigen. Nou, ik neem aan dat het hierom gaat. Gaan we even spieken. Kijk, dat ziet er wel heerlijk uit. Daar kunnen we thuis een goede beurt mee maken natuurlijk. Maar goed, het gaat om de S-klasse. Morgenavond, we zitten hier op 18 november te filmen. Morgenavond, 19 november, 7 uur, is de officiële voorpremière. Dat houdt in dat ze online de S-klasse gaan introduceren. Dat doen ze online vanwege de coronamaatregelen. Dus dit keer mogen ze geen echte launch doen in de showroom. Het is wel zo dat vanaf vrijdag de S-klasse in de showroom staat bij Van Mossel Mercedes-Benz. Wij zijn dan uitgenodigd om de auto te komen samenstellen. We hebben wel een beetje in gedachten welke kant we op willen. Maar wat belangrijk is, match de S-klasse met wat wij in gedachten hebben. Dus dat gaan we morgenavond zien. Is dat allemaal goed, dan gaan we richting Van Mossel Mercedes-Benz om hem samen te stellen. En daar willen we jullie graag in meenemen natuurlijk. Zo, daar staat hij, de nieuwe S. We hebben de sleutel, dat is een heel nieuw model geworden. Maar ja, het gaat natuurlijk om de auto, niet om de sleutel. De eerste indruk is goed. Ik moet zeggen, op de foto's moest ik enorm wennen aan vooral het nieuwe interieur. Ik moest enorm wennen aan het nieuwe interieur, omdat er natuurlijk een groot scherm in zit. Eerste commentaar wat er kwam, ja, het lijkt op een Tesla. Ja, dat is natuurlijk onzin. We leven nu in een moderne tijd waarbij schermen heel belangrijk worden. En dat hebben ze toch prachtig toe weten te passen bij dit model. Maar goed, ik weet helemaal niks over de auto. Misschien is het tijd om een expert bij te roepen die wat meer uitleg kan geven. Welkom bij Mercedes-Benz Rotterdam, bij de introductie van onze nieuwe Mercedes-Benz S-klasse. Ons paradepaardje van de firma. Dit is de S500 4MATIC lange uitvoering. Ik zal even laten zien van binnen wat een prachtig mooi interieur in deze auto zit. Van achteren is dit voorzien van de schermen achterin, de massage, de koeling. Je kan het eigenlijk niet zo gek verzinnen, het zit er allemaal op en aan op deze nieuwe S-klasse. Deze is voorzien van een prachtige mooie AMG sportpakket. Dat houdt in net eventjes de wat grotere lichtmetalen velgen en de afgewerkte skirt aan de onderkant. Van binnen lopen we even naar de bestuurderskant. Is deze auto voorzien van allemaal
touchscreen schermen, niks meer met knopjes, het is allemaal touchscreen, voice control, alles werkt volledig digitaal. De motoren die op dit moment leverbaar zijn, beginnen bij de brandstofmotoren, is de S500. We krijgen over een aantal maanden de S450, een 6-cilinder. Er komen nog een aantal AMG-varianten met maximaal 800 pk. En natuurlijk onze Maybach-modellen. Die zijn ook leverbaar vanaf begin volgend jaar. Hierbij nog een aantal futures, die allemaal nieuw zijn op deze mooie S-klasse. Het zijn natuurlijk helemaal wegvallen van de deurgrepen. Zodra je de auto opendrukt, komen ze er automatisch uit. Is natuurlijk een prachtig mooi designelement. De bediening van de elektrische stoelverstelling is tegenwoordig allemaal ook op touchbediening. Volledig elektrisch. Ook nog een hele bijzondere future op deze nieuwe S-klasse is de meedraaiende achteras. Die is ook leverbaar op alle varianten. De compleet nieuwe achterlichtunits zijn allemaal tegenwoordig van OLED-techniek. Dus het geeft ook meer lichtopbrengst. Het schuifdak is groter bediend met alleen de hand. Dus je hoeft hem alleen maar naar achter te schuiven, beweging te maken en het dak gaat automatisch open. Nou, en dit is natuurlijk het prachtige mooie interieur van de nieuwe S-klasse. Voorzien van de prachtigste, mooiste soorten leer in een aantal verschillende varianten. Deze zit in het mooie ruitdesign met stoelverwarming, stoelventilatie. Een aantal massageprogramma's zitten ook op deze auto. De verwerking van een aantal prachtige mooie soorten hout, verwerkt in het dashboard. Gecombineerd met een Nappa-leden dashboard, wat ook allemaal wel nieuw is in deze S-klasse. En natuurlijk, ja, je kan er bijna niet omheen, het schitterend mooie scherm. Waar we natuurlijk alles op kunnen bedienen. Van de comfortinstellingen van de stoelen tot de bediening van de navigatie. Van alle apps, alle instellingen kunnen hiermee bediend worden. Het is driedimensionaal. En ja, het is eigenlijk nog eens, je hoeft nog eens aan te raken of het scherm reageert al. De head-up display is tegenwoordig voorzien van augmented reality. Dus live in de voorruit worden de pictogrammen aangegeven. Voor links of voor rechts of hier een bocht door. De aanwijzingen staan er natuurlijk allemaal netjes in de voorruit. Dus ja, het is allemaal prachtig mooi afgewerkt. De nieuwste technieken, de nieuwste designelementen. Je kan de auto eventueel ook krijgen met de Burmester geluidsinstallatie. High-end systemen. Dus ja, eigenlijk is niks te gek in deze S-klasse. We zijn even achterin gaan zitten. Dit is natuurlijk de plek waar het om draait bij een S-klasse. Prachtig uitzicht. Maar ja, laten we gelijk even met een bruggetje overgaan naar de reden waarom we hier zijn. S-klasse is prachtig, maar wij zijn voornemens met Absolute Motors om een chauffeursdienst in ons optiepakket op te gaan nemen. Dat houdt in dat we dan met deze S-klasse, of degene die we gaan samenstellen, bij u thuis kunnen komen. We kunnen u ophalen, we kunnen u thuis brengen. Ja, wij zien dat gewoon als een mooie extra toevoeging aan ons assortiment. Plus het draagt bij aan de beleving waar het tenslotte om draait bij Absolute Motors. Nou, we hebben hem gezien. De S-klasse is top. Ik heb de opdracht gekregen van Patrick om terug naar de zaak te gaan en even met de configurator te gaan spelen. Zodat Patrick een voorstel kan uitwerken voor Absolute Motors. Dus laten we teruggaan en aan de samenstelling gaan werken. Oké, Kenneth. Yes. Tijd om te configureren. We gaan hem samenstellen. Even kijken, we gaan voor de limousine lang. Waarom voor de lange? Omdat als je rondgereden wordt, moet je sowieso een lange versie hebben. Er zit maar €5.000 verschil in basis tussen de korte en de lange. En de S-klasse hoort lang. AMG-lijn, uiteraard. Kleur. Hebben ze niet... Ja, hebben ze keuze in. Maar, zoals jullie zullen begrijpen, gaan wij voor zwart. Waarom? Waarom gaan we niet voor iets opvallends? Nou, we willen de auto rappen. Wel in een glanzende kleur om een beetje chic te houden. En zwart is gewoon de beste basis voor een wrap. Plus, als je de auto wil verkopen in de toekomst, dan is een zwart natuurlijk ook de mooiste basis. The way to go. Velgen. De grootste die er zijn, kiezen we altijd. Dat is ook het mooist. Dat zijn de 21 inch velgen. Die hebben ze in een Night Edition versie. Die gaan we doen. Daar komt een nijpakket bij. Moeten we ook hebben.
Nightpakket bij Mercedes-Benz houdt in dat de chroomdelen vervangen worden over het algemeen. Maar bij de S-klasse kan je niet kiezen om de raamlijst in het zwart uit te voeren. Nightpakket houdt bij de S-klasse in dat de velgen zwart zijn met een gepolijste front en de chroomdelen uit de voorbumper, skirts en achterbumper wel in het zwart uitgevoerd zijn. En de rest wat niet zwart is, kunnen wij altijd zwart maken. Ja, dat zullen we ook denk ik wel doen. Maar aan de andere kant, een S-klasse heeft ook wel iets chiques in met chrome elementen. Interieur, daar gaan we voor Nappa. Nappa is eigenlijk de mooiste leersoort in de optielijst. Houdt in dat het zachtste en gladste leer is. En de mooiste finish, aangezien ze daar een stiksel in hebben. Maar dan komt het dilemma. Zwart vind ik saai, dan is het een beetje een taxi. Als ik het niet zeg, dan zullen anderen het zeggen. Ja, die we net hebben gezien was natuurlijk heel licht. Ik persoonlijk vind twee opties mooi. Bruin leer, maar daar zijn de meningen over verdeeld. En rood leer, daar zijn de meningen uiteraard ook over verdeeld. En dan denk ik toch dat rood het mooiste is bij de S. Dat is toch wel mooi, hoor. Ja. En dan zie je eigenlijk bij het Nappa leden exclusief pakket dat er een soort diamond stitching en een perforatie in het leer zit. Wat bij het basispakket verticale lijnen zijn. En dan vind ik dit een stuk chiquer. Ik ga voor rood. Ja, ik ook. Kijk hoe het achterbank. Ik vind het mooier dan donker en ook mooier dan hoe het daar binnen stond. Ja, ik denk dat het achteraan zich misschien nog wel de beste is om het verschil te laten zien. Ga je hier naar zwart, pakken we het basiszwart even om helemaal een groot contrast te laten zien. Ja, is naar een E-klasse. Ja, niet dat er iets mis is met een E-klasse, maar als je dan een S samenstelt, dan gaan we voor deze. In basis zitten de opties er nu op. Er zijn een aantal belangrijke pakketten. Ik heb al even gezien dat we eigenlijk moeten doorscrollen richting het business class pakket. Daar zit eigenlijk 80% van de opties in die we moeten hebben. En je ziet dat eigenlijk door dat pakket zijn alle andere pakketten automatisch mee geselecteerd. En je ziet dat de AMG-stuur erin zit, het hout, de kleur rood. Achterin hebben we nog steeds de vijfzitter, maar wel het business class pakket met de volledig bedienbare achterzetels. En dit is een belangrijk onderdeel, vind ik. Hiermee verander je de auto eigenlijk naar echt het Maybach-idee. En dat is het first class achtercompartiment. Dat houdt in dat er een middentunnel geplaatst wordt. Zoals hij voor zit, tussen de voorstoelen, wordt hij volledig doorgetrokken naar de achterzijde. Dan zie je eigenlijk ook het stuk paneel wat ik bedoel. Dan scrollen we heel even snel terug naar boven. En dan zie je hier het resultaat. Dat geeft het echt wel een premium gevoel. En zo hoort een S-klasse lang van achter te zijn. Samenvatting, dan zijn we er. 199-293. Nou, in basis hebben we hem. Zover kunnen we gaan in de configurator. Als die geleverd wordt, dan gaan wij natuurlijk nog veel verder. Maar is dit de basis die jullie ook zouden kiezen? Zouden jullie het anders doen? Vinden jullie dat we smaak hebben? Vinden jullie dat we geen smaak hebben? Laat het even weten in de comments. En verras ons met de samenstelling die jullie in gedachten hebben. Ik ben benieuwd.